Hi guys, welkom terug op mijn YouTube kanaal. Hoe gaat het met jullie? Ik bevind me weer bij Vanessa Groep van vandaag. Ik ga vandaag een haaranalyse voor me doen om te kijken hoe gezond ik denk dat mijn haar is en mijn hoeveelheid. En ze gaat natuurlijk weer een paar goede tips met ons delen. Ze gaat ons wezen of ze gaat ons vertellen hoe we ons haar optimaal gezond kunnen houden, zodat het ook optimaal kan groeien. Ik neem jullie mee wat dit allemaal spannender maakt is. Ze heeft me gevraagd om mijn haar zelf te wassen thuis. Dus als ik dat niet goed heb gedaan, gaat ze dat ook kunnen zien via haar analyse. Zo, laten we gaan kijken. Dag Vanessa. Hallo, hoe gaat het? Goed, ik ben weer hier. En zoals afgesproken voor je haaranalyse. Ja. Wat gaat gebeuren? Oké, bij een haaranalyse gaan we haar onderzoeken, de boven, de conditie van de haarzakjes en ook qua je gezondheid. Maar de groei van het haar begint van binnenkant uit. Het haar van buiten leeft niet meer, dus we moeten achtergrond informatie omtrent uw gezondheid. Hier vraag ik u een paar formulieren, zodat u informatie daarover, over de haarzakjes, de stabiliteit van de gezondheid en het haar. Dit alles mag u doornemen en zo meteen ga ik u een intake formulier geven, zodat ik meer achtergrondinformatie van u nodig heb. Oké, is goed. Ik wil eens testen. Ja, en nu wil ik u dit overhandigen, intake formulier, om achtergrondinformatie over u te hebben qua de gezondheid in het haar. Oh, dus je wilt kennis maken met mijn haar? Ja. Oké, is goed. Zo, ik heb mijn intake formulier al ingevuld. Ik zie er iets vragen over mijn eetpatroon en dat is niet zo mooi. Maar aan de hand hiervan weet ze om mijn bij wat te verwachten en dan kan ze me ook aan de hand hiervan tips geven wat ik allemaal kan verbeteren als ik dan een optimale haargroei en haarprestatie zie. Ja. Alsjeblieft. Dankjewel. Als ik dit zo meteen doorneem, dan kunnen we beginnen met de stabiliteit van de gezondheid. Als ik hier heb gezien wat je hebt ingevuld, qua de HBP, door de schildklier en de hormonen, gaat u die weer voor moeten laten checken om de 6 maanden bent u verplicht eigenlijk deze onderzoek doorheen te gaan. Omdat de haarzakjes zijn verbonden met de bloedvaten. Alles wat we eten en drinken geven er een voedingsstof aan het haar. Dus als we niet genoeg proteïne naar binnen brengen, hebben we sowieso een probleem met de haargroei. Als je HB laag is, heb je een probleem met de haargroei. Als je B12 belangrijk, kan je zien dat je haarverlies krijgt. En het kan ook voorkomen dat je kale plekken krijgt. Maar hoe blijf je on top van dat alles, van je B12, je hormonen en al dat soort dingen? Hoe kan ik op de hoogte blijven van dat alles? Sowieso zult u dan om de 6 maanden een algehele check-up doen. En wat u ook gaat moeten doen, een goede eetpatroon opbouwen. Een voedingsschema maken en ervoor zorgen, bijvoorbeeld bij zo'n week, ik heb vandaag bladgroenten gegeten. Oké, wat kan ik morgen eten? Het moet niet eentonig zijn, je kan het lekker variëren. Maar alles wat u eet, moet u ervoor zorgen dat de vitamines die uw lichaam nodig heeft erin voorkomt. Oké. Ja, uw haar zit 4 mm onder de lederhuid. In één haarzakje komen een aantal cellen voor en die cellen vormen haar. Je haar is onderverdeeld uit 3 lagen, schubbellagen, vezellagen, merg. Dat wil zeggen, niet alle draden op je hoofd heeft een merg. Dus niet alle draden zijn even stevig. Bij sommige mensen is het meer, bij andere mensen heel weinig. Die schubbellagen, ja, beschermen je vezellagen. Je schubbellagen is een sterk keratine laag die op het haar die eigenlijk de buitenste kant van de laag is van je haar. En dan heb je je vezellaag die een helpmiddel om het haar te verstevigen. Maar de schubbellagen zijn de belangrijkste lagen, omdat als die er niet is, je dan een gespleten punten kan krijgen, want dan komt de vezellaag naar buiten. Dus
snap je? En als van binnenkant al niet goed gevoed wordt, komt het haar verkeerd naar buiten. Waardoor de schubbellagen dan open zijn. Oh. En dat noemen we damage haar. En als het al van binnenkant zo naar buiten komt, dan hebben we dan een probleem, want het haar van buiten leeft niet meer. Het is hoe je ermee omgaat. Als we nu gaan kijken omtrent haarverlies, er kunnen veel factoren oorzaak hiervan zijn. Zoals als u tabletten, medicijnen gebruikt, medicamenten, kan het voorkomen dat u dan last krijgt van haaruitval. Maar iemand anders die hoge bloeddrukpatiënt is, kan bloeddruktabletten gebruiken, maar heeft geen last. Maar iemand anders kan bloeddruktabletten gebruiken, heeft wel last. Dus bij iedereen verschilt het. Qua je gezondheid. Als mijn gezondheid stabiel is, maar ik heb alleen maar last van hoge bloed. En ik zou dan toch erop letten dat ik genoeg water drink, al die dingen. Hoeft het niet zo'n effect te hebben op mijn harde medicamenten. Maar als het voorkomt dat ik let niet op mijn voeding, ik let niet op mijn gezondheid. Ik eet maar raak, weet je. In plaats dat ik vitamine naar binnen breng, eet ik eigenlijk dingen zijn helemaal vettig gereageerd, snap je? En dat kan maken dat je dan haarproblemen kan krijgen. Dus dat de tablet dan de haargroei kan verstoren. Okay. En mensen die diabetisch zijn, hun hebben dan hun bloedwater vernauwen. Waardoor de bloedsomloop niet echt optimaal is bij hun. En dan hebben ze dan een probleem met de haarzakjes. Want de haarzakjes moeten dan voeding krijgen vanuit je bloedwater. Als vrouwen die hun hormonen uitbalans zijn, ja, hebben ook een enorm probleem met haarverlies. Omdat de hormonen dan ervoor zorgen dat de haarzakjes aangetast worden. Bijvoorbeeld als ik kijk naar jouw haar, hè, gewoon even, ik heb je haar gewassen, ik heb het gezien. Je hebt een lekkere haarbos. Maar omdat je nog jong bent. Dus wat is het ding? Nu ga jij erop letten. Als je nu al een probleem met de hormonen hebt, kan je erop letten. Moet je echt extra erop letten. Dat je later geen probleem van je haar, geen haarprobleem gaat krijgen. Want waarom? De hormonen tasten de haarzakjes aan. En als je dan ouder wordt, dan kan het zijn, want de hormonen functioneren dan anders, de cellen ook, elke dag sterven cellen, elke dag worden cellen aangemaakt. Nogmaals, als er geen goede haarcellen aangemaakt wordt, heb ik een probleem met het haar. Maar als je dan minder cellen krijgt in de haarzakjes, dan kan het zijn dat je dan minder haar uit één haarzakje krijgt. En dan kan je haar gaan verdunnen. De hormoon HDAT. Is een mannelijke hormoon. Die tast meer de bovenkant van je haar aan en in die hoeken. Je ziet mannen hebben dat vaker, maar vrouwen die meer mannelijke hormonen in zich hebben, hebben dan ook heel veel last ervan. Als je ziet hier bij de kruin, hier begint het al bij de voorhoofd, bovenkant van je hoofd, begint het en in die hoeken. Je gaat ook zien, sommige mannen bij hun begint het weer, maar bij vrouwen ook. Dus dan heb je die alopecia. Die alopecia is dat het in plekken. Dan heb je hier een kale plek en dan heb je daar een kale plek. Daarvan heb ik eerder gehoord. Ja, en die is ook heel erg schadelijk. Het kan heel erg schadelijk zijn, vooral als je dan het begint echt klein. En dan plotseling zie je van hé, het wordt groter. Want je slaat nog geen agar op, weet je. Het wordt groter totdat het echt groot wordt. En dan kan het voorkomen dat wanneer alles is gaan stabiliseren, dat haarzakjes niet meer in functie kunnen komen. Ze kunnen niet meer functioneren. Waardoor de haarzakje doodgaat. Oh. Maar je hebt ook waar de haarzakje gewoon rust. Rustperiode. Ja, maar er kan weer haar komen. Daarom kan je nauwelijks zeggen, iemand zegt, mevrouw, koop dit, het gaat u helpen. Uw haar gaat weer groeien, of meneer. Nee, als de haarzakje dood is, kan je haar niet meer groeien. Als de groeicyclus aangetast is, echt beschadigd is, kan het haar ook niet meer groeien zoals het was. Oh. En wat doet de HDAT? Die stoot de haarzakje naar de opperhuid toe. En dan beschadigt het. Krijgen alle klanten zoiets? Ja, alle klanten krijgen het om het te lezen. We zijn nu nog bezig, want
ik heb de informatie van een dermatoloog, een voedingsdeskundige en een arts. Okay. En een chemisch analist. Dus als ze persoonlijk meer willen weten erover, meer willen lezen erover, ja, kunnen ze persoonlijk bij je langs komen. Dan kunnen ze lekker haar analyse over. Ja. Oké, hier gaat u zien dat ik een paar filmpjes heb. Dit betekent dat ik u ga wijzen hoe het moet zijn en hoe het niet moet zijn voordat we een haaranalyse voor jou gaan doen. Zoals ik u al zei, het haar van buiten leeft niet meer. Uw hoofdhuid heeft opperhuid, lederhuid, basale laag. Er zijn meerdere lagen, maar wij houden ons op deze lagen. Omdat we gebruiken street, we gebruiken alle soorten producten. Bleach. Ja, snap je? De wax en gel en al die dingen. Mode mag. Begrijp me niet verkeerd, mode mag. Maar je moet één ding weten, de consequenties van jou worden. Dus als jij eigenlijk ervoor kan zorgen om nu toch een beetje voorzichtig om te gaan met je haar, voordat het later erger wordt, dan help je jezelf. Kijk, je mag vlechten, bijvoorbeeld mensen die valse vlechten zetten, weave en zo. Je mag. Eén keer of twee keer in een jaar is niet erg. Ja, dat hadden we ervoor. Ja. Als we gaan trekken aan de haarzakjes, zo met die hekkendoek wijzen, gaat u zien hoe het haar gewoon glijdt naar buiten. En als we het elke keer doen, dan gaan we vlechten, maken we ballen, want we zeggen we rust het haar. Je rust het haar zo niet. Je haarzak is niet gewend met zo'n zware gewicht. Dus als je haar wil laten rusten, doe je eigen haar. Toch? En zeg je van mama, als ik ga rusten, lijkt het zo weinig en dergelijke. Probeer je haar te accepteren. En gewoon ermee om te gaan, zodat het niet verder kan beschadigen. Okay. Als je hier zo ziet, is het een haaranalyse die we voor mensen hebben gedaan, voor iemand hebben gedaan. Hier zo ziet dat de schubben open zijn. Dit is de hoofdhuid. Ziet u hier? Dit zijn de schubben, is het haar, en die schubben zijn open. En de haarzakje is verstopt. Zo kan je zien dat het van binnenkant al verkeerd naar buiten is gekomen. Dus haar is dan niet goed gaan vormen. Die schubben zijn dan niet dicht op elkaar, want je schubben moeten dicht zijn op het haar. Maar als u hier naar kijkt, dan zit hier het probleem. Hier zien we hoeveel haarzakje uit een haarzakje komt. Moet u nog een keer? Oké. Okay. Ziet u hier? De schubben zijn open. Dit is de haarzakje. Dit is het haar. En die schubben zijn open. Je schubben mogen niet open zijn. De haarzakjes zijn verstopt. Ons lichaam produceert zijn eigen talg. En wij gebruiken gel, wax, haarvet. You name it. Leave-in. Maakt niet uit. We gebruiken zoveel dingen op en voor ons hoofdhuid. Waardoor je de haarzakje verstopt. En de hoofdhuid kan dan niet zo goed ademen. Als we dan hier kijken hoeveel haardraden uit de haarzakje komt. Kijkt u. Hier zo zien we dat de haarzakje enorm verstopt is. Het komt met alle restjes komt het naar buiten omdat uw haar moet groeien. Groeit het dan met alle restjes naar buiten. En het is dan helemaal zodanig verstopt dat het de groeicyclus aantast. En de groeicyclus kan dan beschadigd worden, waardoor het haar dan trager gaat groeien. Niet meer als normaal. Oké, dan gaan we naar een mooie, een goeie. En de mijne. Dan moeten we nog even kijken. Hier zo zien we dat de... Hier is een gezonde hoofdhuid. De haarzakjes zijn gezond. De draden zijn gezond. U ziet het zelf. De draden, hier ziet u ook de bloedvaten heen en weer gaan. Dat gaat u zo meteen zien. Uw haar is diep naar binnen. En dat noemt men een gezonde hoofdhuid en haar. En haarzakje. We gaan, vaak zien we dat mensen jeuken op hun hoofdhuid, hè? Of een kam met je krap haar roosgimeren en zo. Cameraman. Ja. Dan zien we hier zo dat de hoofdhuid enorm beschadigd is. Toch heel erg damage. Niet alleen de hoofdhuid, maar de haarzakjes beschadig je ook zo. En we zien dat de bloedvaten heel dicht bij de huid is. En op bij de opperhuid is. En zo kunnen we daar ook een onderhuidse bloeding veroorzaken.
Nu gaan we naar heel erg. De hoofdhuid hier is, de opperhuid hier is heel erg beschadigd. Je ziet alleen de basale laag nu. Dat wil zeggen, die andere lagen zijn beschadigd geraakt. Als we hier kijken, smelt het haar onzichtbaar weg. We zien dat de haarzakjes leeg zijn. Er komt geen haar meer eruit. Daarom heb ik, zoals ik u al eerder zei, het is onmogelijk dat ik gewoon naar u ga kijken en zeg, mevrouw, u heeft haar probleem. Gebruikt u dit en het wordt opgelost. Ik weet niet wat van binnenkant nog goed is en wat hersteld kan worden. En dan ga ik u een hoop, een vertrouwen geven, terwijl we niet weten als de opperhuid zodanig beschadigd is en de lederhuid, waardoor je de basale laag nu krijgt. En mensen die dan pijn op hun hoofdhuid hebben of een gevoelige hoofdhuid en zo, kan het voorkomen dat het kan voorkomen, hoor goed wat ik zeg, het kan voorkomen dat de basale laag dan te zien komt. Want dan raak je hoofdhuid heel erg gevoelig. En als het dan zo is, kan je dan ook problemen hebben met de haargroei. Hoor. Dus hier is als het ware kaal. Ja, het is beschadigd. Je kan het soms niet met je blote ogen zien. Bij mensen die je wel met je blote ogen kan zien dat het kaal is, dan weet je dat de huid dan heel erg beschadigd is. Maar als het komt door alopecia, hoeft het niet zo te zijn. Als je kaalheid komt door alopecia, hoeft het dan niet in zo'n situatie te belanden. Okay. Ja. Als we zien dat hier, zo hier is heel erg donker. Dat wil zeggen, op bepaalde plekken is het ook al heel erg een beschadigd dat het dan ontstoken raakt. Ja. Goeie hoor. Kijk, hier zo ziet u, de schubben zijn plat en glanzen op, rondom op elkaar bij het haar. Moet ik het nog een keer doen? Oké. Dit is een gezonde haarzakje, een draad en hoofdhuid. Die schubben zijn niet open, ze zijn gezond. Ik wil dat de schubben enorm open zijn. Die kleine? Ja, zijn die schubben die open zijn. En zo al is het van binnenkant naar buiten gekomen. En dat ligt totaal aan je voeding. Je legt die hersen niet. Als we hier kijken hoeveel draden uit een haarzakje komen, dan ziet u dat de rekbaarheid van de hoofdhuid stabiel moet zijn. Als de rekbaarheid van de hoofdhuid niet stabiel is, kan er niet zoveel draden uit de haarzakje komen. Want je haarspier kan ook beschadigd raken. Gezonde hoofdhuid, gezond haar, het haar groeit lekker diep naar binnen en het komt ook goed naar buiten. Oké. Dan ga ik u naar een eentje brengen die erg is. Dus ik hoop dat je er tegen kan. Oh my god. Wanneer men klaar, dit kan je niet met je blote ogen zien. Dit heeft niks te maken, je kan het niet met je blote ogen zien. Dit is heel erg dat mensen zelf naar de dermatoloog moeten gaan. En als je je huid scheurt ook. Begrijpt u? En als het zo is, begin je ook al een verkeerde haargroei. Dat haar die komt, is ziek haar. Want de hoofdhuid is ziek. U ziet het zelf. Ja. Daarom vroeger zegt men toch een beetje omorm, nee, was me weer amora, weer regro. Het is niet waar. Je haar groeit. Maar je moet één ding weten, later heb je een probleem. Want het haar, de hoofdhuid, wordt ziek. En daarop moeten we gaan letten. Het is heel erg droog, dat zien we ook. U ziet dat de rekbaarheid niet stabiel is, want één draad komt uit de haarzakje. En dan hebben we een probleem, ja. Zit je? Dan komen we naar iets wat men altijd doet. Nogmaals, ik ben niet tegen valse vlechten en tegen weave. Als het verkeerd gedaan wordt, ben ik wel er tegen. Eén keer.